ik hier doe, leg ik gewoon een beetje plat van beneden hier in de muur. Dus ik ben Michel Marquet, geboren in 1914 in Nieuw-Capelle. Ja, we zijn hier in het huis van de molenaar, Tope Mafira. We zijn aan het kijken een beetje van hoe kunnen we meer te weten komen rond de juiste woorden dat we moeten gebruiken. Ik ga eerlijk zijn, ik ken de molen goed van de wieten die draaien, maar veel meer weet ik daarvan niet. Maar ik zit er dan nog van belangrijke onderdelen in de molen die je hebt maken dat ik een molen of dat ding kan maken. Ja, het zijn pas wielen, hè, voordat het is. Dit is het rozen van molen, hè, dat hier de wind komt horizontaal. En je moet dat dan verticaal doen, maar beneden, voor die steen te doen. Voor die energie naar beneden. Ja. Ja. En dat is dan een beetje modern, maar een persoon van Persie, ja. Die het is direct, dan moet je dat trommel, ja. Die de steen doet rooien. Ja, dat is de eerste man die bestaan. Ja. En dat is zo'n man, de 600 jaar ervaring, ik van hier aan hem. Dus hier heb je de wieden, de tandwiel, en eigenlijk heb je dan direct de steen, waardoor je het grond mold naar de dier. En ook voor dat man zo trooien helemaal, natuurlijk je moet winden, maar je moet ook in de wind steken. Ja. Zodat hier te moeten kappen die drooit. Ja. Voor dan met de wind te steken. Maar dat was een vraag dat ik had, ik vroeg hem lastig af, de wind komt van alle kanten, maar hoe komt dat je die wieden juist de windplekken kan pakken? Want aan mensen die dat niet weet, verzet van ja, op de windverkeer staat, kun je mul niet drooien. En hoe draai je dat toe? Met de dingen. Met dat ding. Dus je kan daar perfect aanpassen. En hoe duurt je nog de wind alle toeren op draaien op een dag? Ja, ik moet dat zo doen. Dus zelfs best dat je aan het maan zit, moet je zelfs aanpassen aan de wind. Een maan of de maan draait met dat nooit alleen nog. Maar dat is altijd het doel. Als aan een ding doen. Ja. Hoeveel laat je de muil draaien? Vera, ga dat ik even naar je doen. Is dat alle dagen dat je hem kan laten draaien? Alle dagen. Ja. En dat is ook om dan goed te ontronden en goed te kunnen kijken dat dat in orde blijft. Dat een goed blijft. Ja. Nog een vrouw van het wien die niet al de muil kent, maar ook je punt nog, ik het allemaal weet natuurlijk. Bloemen weet ik, omdat Vera verschrikkelijk lekkere pannenkoeken bakt, Tommy. Maar kun je nog andere dingen malen of doen met de muil als product? Ja. Vroeger voor 1900, dat is ook olie hier. Ja. Olieplatters. Mocht. En dat was al verdwenen tot 1900. En ik had het al weg. Dat was al dat was even weer al hersteld. Maar toen wordt dat. Maar het maakt geen olie, het maakt bloemen, maar geen olie. Zit er voor de tongen wordt dat. Ik had dat tongen dat al was, dat die techniek nog blijven was. En qua onderhoud, moet je daar veel aan doen. Ik kan op de website zien dat je zelfs af en toe de tandwiel en de ding moet veranderen. Ja, altijd. Dat is niet altijd. Maar moet altijd, ik zeg lekker wat glazen, altijd naar tongen. Niet het doen en het toorten ook. Je moet je door gaan eigenlijk. Het is als specialiteit. Ik heb al gezegd in de televisie, dat is mijn tweede vrouw. Is toch? Eerst de hele wereld, maar het is een tweede. Het zijn een beetje bigam. En lust je nou twee even goed? Naar Meul en naar Vera? Op. Vera en Jean, ik ga je de nog bedanken voor deze hartelijke ontvangst. We hebben vele bier geleerd van de Meul, dus we gaan misschien zelf nog even kijken voor nog een keer te passeren hier tonnen. Maar goed, vooral de mensen die mij komen, ze kunnen veel bieden en goed pannenkoek eten en een goed pintje komen drinken. Een grote merci en tot de volgende keer. En een goed pintje. En een goed pintje ook, ja, van de twee kanten van de chemie. Ja. Een grote merci en tot de volgende keer.